Yo, kijkers van mijn kanaal. Dit is mijn tweede video. Ik ga vandaag vragen beantwoorden voor jullie. Oh, wacht, dan heb ik mijn telefoon natuurlijk nodig. En ik had al verteld dat ik een gebroken been heb. Dus ik kan niet echt heel goed lopen. Dus ik ga gewoon een Q&A met mezelf doen. Allee, het is een Snapchat Q&A. Ik zal even mijn vraag opzoeken. De eerste vraag is: wat is je lievelingskleur? Heel belangrijk natuurlijk. Mijn lievelingskleur is lichtblauw. En dan wel heel mooi lichtblauw, dus soms zoals de lucht is. Nou, ik kan niet echt omschrijven hoe het is. Nou, ik ga dus naar de volgende vraag. Dat is vraag nummer 2. Oh, wacht, ik moet mijn telefoon op. Vraag nummer 2 is: heb je huisdier? Ja, ik heb ontzettend veel huisdieren. Ik ben nu bij mijn moeder. Daar heb ik alleen een vis. Saai, hè? Die is ook nog eens van mijn broer. Die heet Krokodil. Leuke naam, hè? Heeft hij verzonnen. En bij mijn vader heb ik een puppy. Die heet Puk. Die is ondertussen nu bijna een half jaartje, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij is ze nu een half jaar. Het is een meisje. We hebben een poes. Alleen is dat zowel de standbeeld, want die doet helemaal niks. En die heet gewoon Poes. En het is ook een meisje. En ik heb 2 konijnen voor mijn verjaardag een keer gekregen. En die heette Snuf en Kuifje. Ik had eerst nog een ander konijn. Die heette Pluisje, maar die ging toen die echt ongeveer 2 weken er was, ging die dood. En toen had ik Kuifje gekregen, alleen is die niet tam. Dus dat is een beetje stom. Maar Snuf wel, die is hartstikke lief. En we weten alleen niet of Kuifje zwanger is. Nou ja. En Snuf is een jongen en Kuifje is een meisje. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Wat is je lievelingsdier? Nou, mijn lievelingsdier is eigenlijk... ja, mijn lievelingsdier is eigenlijk een puppy of een hond, maakt niet uit. Maar eigenlijk, ik heb 2 lievelingsdieren. Een hond, of ja, eigenlijk een puppy. En een tijger. Ik vind tijgers zo leuk. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag. Wat is je favoriete kledingstuk? Mijn favoriete kledingstuk is een spijkerbroek. Die ligt in mijn kast. Die is van het merk Cars. En deze trui die ik nu aan heb, alleen weet ik niet van welk merk hij is. Ik vind hem heel lekker zitten en hij is heel fijn. Oké. Ik weet niet wat het is, maar ja. De volgende vraag is best leuk. Waardoor heb je je been gebroken? Nou, ik ben... nou, kijk, ik zou het hele verhaal uitleggen, is best lang. We gingen naar een skateparkje. Met mijn moeder, met mijn broer en ikzelf. En ik ging met een pennyboard van zo'n bulp af. Bij zo'n skatebaan. En toen viel ik achterover. En op een of andere manier hoe ik viel, had ik mijn scheenbeen gebroken. En toen heb ik er gips omheen gekregen. Die dag was donderdag, de dag na Koningsdag. En als het goed is, vrijdag over 2 weken, dan gaat het gips eraf als het goed is. Maar toen werden we de volgende ochtend toen opgebeld. Dat was vrijdag. Volgende dag natuurlijk. En toen werd er 's ochtends gebeld dat ik geopereerd moest worden. Want donderdag was gelukkig dat ik niet geopereerd hoefde te worden. Maar dat moest toch wel. Toen is er een snee in mijn scheenbeen gemaakt. En dat was natuurlijk onder narcose. En ik ben dus eigenlijk 2 dagen in het ziekenhuis geweest. En ik mocht vanaf ongeveer 8:45 ochtends tot ongeveer 9:15 's avonds mocht ik niet eten en drinken.
Dat was heel irritant. Ik mocht alleen een klein beetje drinken voor paracetamol. Dus dat was heel irritant, want ik had heel veel, vooral heel veel dorst en ook best honger. En daarna mocht ik gelukkig eten, dus heb ik ongeveer 3 boterhammen en kaas gegeten. Dat was die vraag. En de volgende vraag is... Hoeveel abonnees wil jij op je YouTube-kanaal hebben over 3 jaar? Nou, ik denk dat ik over 3 jaar wel iets van... 100.000 abonnees wil ongeveer. Maar omdat ik nog zo klein ben en niemand weet dat ik dit kanaal heb. Want het is vandaag woensdag en ik ben vandaag een kanaal gestart. Dus ja, dat weet ik nog niet. Ik weet het nog niet echt, want ik heb nu 1 abonnee door mijn broer zelf dus. En ik zou nog even een volgende video die je hebt gezien. Mijn broers kanaal heet The Game Afdeling. En het is een heel leuk kanaal. Hij heeft pas 2 video's. Volgens mij gisteren 1 en vandaag 1. Maar zij is ook pas net begonnen. En ja, dus zal even kijken. En ja, dat is niet. Nou, ik tot de volgende keer. Dit was mijn Q&A. En als je de Q&A leuk vindt, abonneer. En graag sowieso abonneren. En like. En nog meer Q&A vragen. Maakt niet uit. Via, nou, maar op Instagram heet ik Buk_N_Sophie. En ik heet Sophie met PH. Dat staat ook op mijn kanaal. En je mag het ook gewoon onderin de comments zetten. Dus abonneer en like.